morgen einde van de wereld. Niet iedereen viert kerst. En Terrarica 50 jaar. Hoi hoi, fijn dat je weer kijkt naar jouw favoriete 10 minuten jeugdjournaal. Het nieuws gaat de hele wereld rond. Morgen zou namelijk het einde van de wereld betekenen. Sommige mensen maken zich druk hierover, anderen zien het echt als een gekke kiek. Morgen is het 21 december 2012, einde van de wereld. Geloof je erin? Nee, helemaal niet. Waarom? Niemand weet wanneer God gaat komen, dus ik geloof niet erin. Als dat niet zo is, geef in de Bijbel. God bepaalt wanneer het einde van de wereld is, wanneer het einde van de wereld is. Ik ben christen en ik geloof in Jezus Christus. Hij alleen kan bepalen wanneer het einde van de wereld is. Er zijn rommel, mensen op Facebook en zo. Heel wat rommel. Ik geloof niet erin. Gewoon omdat ik niet denk dat het mogelijk is. Hè. God die gaat niet zomaar een wereld dingen maken, dan gaat hij het plotseling weer vernietigen toch? Nou, ik denk niet dat de wereld gaat vergaan. Waarom? Omdat het niet echt heel logisch lijkt. Omdat ze kunnen het weer van morgen niet voorspellen. Dus hoe kunnen ze voorspellen dat de wereld gaat vergaan? De voorspelling dat 21 december 2012, morgen dus, de wereld vergaat, komt van de Maya's. Een inheems volk dat leeft in Mexico en Midden-Amerika. Er wordt gezegd dat dit volk eigenlijk niet meer bestaat. Maar er zijn nog wel zo'n 8 miljoen Maya's op de wereld. De Maya's worden gezien als een van de slimste inheemse volken. Chichen Itza is een van de oude Maya-steden in Mexico. Daar zie je de piramides. De Maya's bouwden gigantische steden met paleizen en tempels. En in hun cultuur hebben die tempels allemaal een speciale functie. The main temple you see right there is called the temple of Kukulkan. Kukul in Maya means feathers. The word can means serpent. In Mexico City, he was known by Quetzalcoatl by Aztec civilization. What's the building for? It's a calendar, symbol of a huge solar calendar. De Maya kalender wordt gezien als een van de meest precieze kalenders op aarde. En daarom wordt die nog steeds gebruikt. But people ask, how often they will kill somebody on top of the main temple like in the movies? Nobody got killed up there. The main temple was designed to show you when the day and the night are equal, equinox, and happened in March and September. Door de stand van de zon wisten ze precies hoe laat het was. Ook zijn zij gekomen met een bijzondere kalender, de lange telling Maya kalender. In Suriname werken we met de Romeinse kalender, dat is dus verdeeld in maanden. Bij de Maya kalender is het anders, zij werken met cyclussen. Voor hen eindigt morgen na meer dan 5000 jaar het vijfde cyclus. Op 22 december begint dus gewoon het zesde cyclus en gaat het leven gewoon verder. Wat zou je graag willen doen in je leven voordat het einde van de wereld is? Reizen. Mijn school afmaken. Iets goed in het maatschappij worden. Naar dingen gaan, Kilimanjaro, gewoon Kilimanjaro gaan en van daar naar beneden springen. Ja. En jij, wat zou je graag willen doen? Skydiven. Nou, je hebt er genoeg tijd voor, want de wereld zal morgen niet vergaan. Dus maak je maar geen zorgen hoor. Het wordt morgen vast weer zo'n mooie dag. Een kerstboom, lichtjes en natuurlijk cadeautjes. Dit hoort allemaal bij de kerstviering. Maar toch viert niet iedereen in Suriname dit feest. Roshni vertelde in 2005... waarom ze niet meedoet aan kerst. Ik ben Roshni Randani en ik woon hier. Zoals jullie zien heb ik geen kerstversiering, omdat ik een hele staan ben en ik vier geen kerst. Met kerst wordt stilgestaan bij de geboorte van Jezus Christus meer dan 2000 jaar geleden. Maar voor mensen met een ander geloof betekent kerst iets heel anders. In de woonkamer heb ik ook geen kerstversiering. Roshni en haar familie vieren geen kerst. Ze belijden het hindoe-geloof en daarom geloven ze niet in de geboorte van Christus. De kerstdagen zijn bijna gewone dagen voor ze. Maar door de speciale sfeer gaan deze dagen toch niet helemaal ongemerkt voorbij. Wij gaan wel iets speciaals doen met de kerstfeest, omdat het is leuk, het is gewoon een leuke sfeer. Je zou wel eens
in de stad willen rijden, lichtjes in mijn huis aanmaken, een kerstboom in mijn huis plaatsen. Eigenlijk viert Roshni dus wel een beetje kerst en ze zou best een kerstboom in huis willen. De kerst is voor haar toch een speciale tijd van het jaar. Ik vier wel kerst op school door kerstdineetjes en door cadeautjes te ruilen. En ik kan niet zeggen, of wij kunnen niet zeggen dat we geen kerst in Suriname vieren. Omdat iedereen in Suriname zo'n beetje meedoet aan alle feestdagen. Bijvoorbeeld hoe ik kerst vier, vieren de Kriolen bijvoorbeeld ook Pagua. Ze doen mee eraan, aan Idul Fitr en zo'n beetje met iedereen's feestdagen. Meer dan 30 jaar op dezelfde plek werken. Ja, dat kunnen niet veel mensen. Maar mevrouw Carmen Geoffrey wel. En na al die jaren vindt zij haar werk bij Hotel Terrarica nog steeds even leuk. Goedemorgen, Carmen. Carmen. Ja, er is ook een invalide hendel in de badkamer. Oké. Okay. Kom goed? Ja, ook. Ja, doei. Doei, dag Alina. Zo, even kijken wat de percentage is van vandaag. 70%. Nou, die dames gaan het lekker druk hebben hoor. Nou, ze maken allemaal 14 kamers. Nou, ze doen het goed. En als ze het niet goed doen, doen ze het opnieuw. Niet altijd vinden ze het leuk hoor. Maar goed, we gaan even kijken wat ze nu gaan doen. Oké. Zo, ik ga nu naar kamer 301. Die kamer is al gemaakt door Ravenberg. Housekeeping. Zo. Oh. Olly, vrouwelijk, je bent bezig. Ik ga die kamer even checken. Heb je het goed gedaan? Ja, je werkt altijd goed. Gordijnen gaan we openmaken. De kussens staan niet zo mooi, Felix. Ga je ze even een beetje strak doen. Beetje stoffig, hè? Ik ga het zo even weer opnieuw doen. Zo, of die kamer helemaal geïnspecteerd is. Alles ziet er goed uit. Felix, je hebt je best gedaan. Mijn dank. Dan mag die gast inchecken. Een van de dingen die je zeker doet als je in een hotel werkt, is veel mensen ontmoeten. En soms zitten tussen al die gasten ook heel speciale. Mohammed Ali heb ik zijn hand geschud. Ik heb hem een handdruk gegeven. En dat vond ik geweldig. Ja, hij is bij ons gelogeerd. Ja. Dus of je in een hotel werkt, ontmoet je verschillende gasten. Je hebt lieve gasten, soms een beetje minder gasten. Maar als de manier hoe je opstelt, maak je het met die gasten. En je krijgt soms een tip, een foto. Ja, en dat is leuk. En 34 jaar op dezelfde plek werken brengt natuurlijk ook veel ervaring mee. Zodat je precies weet hoe je met je gasten moet omgaan. Of je ergens gaat werken, probeer je zo op te stellen. Nederig. En als je nederig bent, geloof me, God gaat je verhogen. Want je gaat verschillende dingen meemaken in je werk. Maar blijf nederig, God gaat je verhogen en je gaat ervoor. Hard werken, meneer Banks, even hard werken. Want ze zeggen, roko ne kirisma. En dat hebben we hier ook ervaren. In de afgelopen 50 jaar is er heel wat veranderd in ons land. Er zijn er heel wat hotels bijgekomen. Toch blijft Terrarica volgens mevrouw Geoffrey de beste. Ik ben nooit bang geweest voor concurrentie. Ik heb het altijd gezegd. Al komt er een nieuw hotel bij, ik ben niet bang voor Terrarica. Want de service die Terrarica geeft, is nergens. We geven topkwaliteit service. En ik blijf het zeggen. Concurrentie, we zijn niet bang. Er mogen meer hotels komen. Maar Terrarica is voor mij nummer 1. Om exact te zijn bestond Hotel Terrarica afgelopen 10 juli precies 50 jaar. En in verband daarmee wordt er morgen een gedenkboek gepresenteerd. Waarin je alle bijzondere verhalen van de afgelopen 50 jaar kan terugvinden. En dit was het dan weer voor vandaag. We zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Doei doei!